want je hebt een nieuw team om je heen, hè? Ja, ik heb eigenlijk heel, hoe zeg je dat, heel veel meegemaakt de afgelopen jaren en zo. En Hendry die heeft toch gezegd van, nou ja, we gaan toch lekker samen aan de slag. En het gaat goed. Hij regelt heel veel optredens, hij helpt me met heel veel dingen. Hij zegt zelf, hij is zelf voor de camera van de SBS gezegd, ja, ik heb hem financieel gesteund. Hey, hoi, hoi, zei hij. En dat is wel, dat is leuk om dan zo te zien dat het toch een beetje, dat het langzaamaan weer wat groeit. Ja, want letterlijk en figuurlijk. Zeg maar, dat goeie, dat gaat ook wel goed, of niet? Nou, dankjewel voor het mooie compliment. Maar het gaat gewoon weer lekker, dus daar ben ik wel blij mee. We zijn bezig met een nieuwe single, zijn nog met leuke dingetjes bezig. Gewoon om ook nieuwe liedjes weer te gaan uitbrengen. En daar zijn we gewoon langzaamaan bezig om... Maar ik denk toch wel dat het volks wat ik in mijn vorig jaar volksalbum heb uitgebracht, Duizend Rode Rozen, dat we wel in die trant verder gaan. Want de mensen vinden het gewoon heel erg leuk. Nieuwe single die slaat goed aan. En ik denk toch dat we een goede koers zo hebben gezet. Ja, ik heb heel veel dromen. Ik bedoel, ik vind heel veel dingen leuk. Ik heb voor Radio Oranje Nationaal en TV Oranje vorig jaar ook de Nijmeegse Vierdaagse mogen presenteren. Ik ben inmiddels ook een radioprogramma bij een ander station. En ja, dat gaat gewoon heel goed. En het is gewoon een mooi station om het te leren. En je weet nooit hoe het verder gaat. Mijn allergrootste droom is gewoon om lekker heel veel elk weekend op te treden. En dat is wel mijn grootste droom. Maar ik vind radio vind ik ook leuk. En ik vind eigenlijk alles leuk. Maar als je nou een keuze moet maken? Dan ga ik toch voor de optredens. En als mensen hier willen boeken voor een optreden, waar moeten ze dan terecht? Nou, als hij even zich omdraait met zijn jas, dan een HVV Entertainment. Daar is, hij doet mijn management en boekingen en dat gaat gewoon goed. En natuurlijk op www.kevinsmit.nl, daar staat alle informatie. Ik zit ook op Facebook, Kevin Smit Twit. Dat is mijn Twitter. En Facebook is /Kevin Smit Music, dus daar kunnen mensen mij op toevoegen. Wat is het laatste sappige verhaal wat je daarop op hebt gezet? Nou, ik denk dat ik hier in Els ben bij Radio Oranje Nationaal en TV Oranje. Mijn fotootje erbij, dus dat is altijd leuk.